Hallo iedereen, welkom in een nieuwe maand en een nieuwe video. Ik ben eigenlijk wel eens benieuwd hoe dat jullie april, en dat was zeggen maart en april, hebben overleefd met die eclipsen en de verschillende planeetstanden. Ik moet zeggen, zelf vond ik maart en april heel uitdagend en dat heeft ook te maken doordat Saturnus ook in mijn Chiron, dus in mijn wondes. En Saturnus is eigenlijk ook de plaats waarbij dat je jou het meeste gebroken voelt, om het zo te zeggen. En waar dat je eigenlijk dan jouw leven bouwt, stap voor stap. Dus dat was voor mij wel een uitdagende, maar niets dat ons klein kan krijgen natuurlijk. We blijven visie houden en we blijven vooruitgaan. Want het is maar pas in het blijven vooruitgaan dat we ook blijvende verandering kunnen teweegbrengen. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze community en de wereld op het grootste vlak. Of het universum zou moeten zijn. Nu, ik was dus nieuwsgierig van, wat zijn de boodschappen en wat is de energie voor mij in het collectief? Dus vandaar dat we deze video doen. Het is ook super mooi weer en ik vind dat super mooi weer is en de zon schijnt, dat al de helft van het werk is. Maar ja, voor mij, dat zit ook in mijn kaart. Ik weet dat ook, als ik de zon heb, dan gaat alles een miljoen keer gemakkelijker. Maar ja, kom. We zijn hier in België geboren voor de leden. Oké, wat zijn de schaduwen voor de maand mei, waar dat we als collectief doorheen gaan werken? Oeh, we krijgen karma met domino effects. Oké, we zijn er nog. Nee, ik hoor nee, dat is het belangrijkste. Maar aan de onderkant is de strength card. Dus de strength card weet, vooral bij tweelingbelang, heeft ook te maken met union. Dat wil niet zeggen dat je deze maand in union gaat komen. Dat wil wel zeggen dat deze maand de kans groot is dat je weer stappen gaat zetten richting die eenheid in jezelf. En dat gaat dan automatisch ook weer spiegeld worden in eenheid met een partner. Ben aan het kijken welke dekken dat ik ga gebruiken. Oké, eerst de andere, wacht. Ik had hier de verkeerde vast. Hetgeen wat ik hoor is, wat we gaan doen, we gaan een grotere kaart pakken. En ik zie namelijk de Ace of Flames en de 10 van Bekers omgekeerd. Dus dat gaat ook op vlak van de connecties. Een heel nieuwe passionele start zijn. Maar dat betekent ook in jezelf. Dat je jouw passie teruggevonden hebt. Dat je jouw eigen energie teruggevonden hebt. Dat je, je hebt misschien even diep gezeten. Je twijfelt aan alles. En nu heb je zoiets van, if this all. Ik ga vooruit. Ik voel, en als ik niet in die visie geloof, wie gaat het dan anders voor mij gaan doen? Guess what? Niemand niet. En wat krijgen we? De Eight of Flames omgekeerd. Eight of Flames is zo'n heel groot wiel van brandende toortsen tegen elkaar. En in het midden ervan staat er een mooie... Het lijkt op een zon, maar het is geen zon. Het straalt zo hard als de zon. En dan op de achtergrond heb je zo van die hele mooie wolken, wanneer je ziet wanneer het zonsondergang is, waarin dat de wolken zo wat een roosachtige oranje schijn aannemen. Een Eight of Flames is eigenlijk energie die heel snel gaat draaien. En waarom ligt het ondersteboven? Laten we dat eens verklaren met een ander deck. Waarom ligt de Eight of Flames ondersteboven? Volgens mij heeft dat ook te maken met die karma-kaart. Dus dingen dat we verder... Dingen dat we heel hard gevoeld hebben de laatste 2 maanden. Ja, we kregen de 8 van munten ondersteboven. Wat hebben we nog? Wat is het nog dat we moeten weten? Dus de karma zijn de lessen die we geleerd hebben. En de inzichten die we gekregen hebben de afgelopen maanden. Zijn nog niet helemaal geïntegreerd. Daarom kregen we ook niet onmiddellijk de... De 8 van munten, want dat is oogsten, hè? Dus de oogst van ons harde werk. En de 8 of Flames is eigenlijk heel snelle verandering. Dus het gaat niet zo heel snel veranderen, maar let op. Ook dat is ook weer een, hoe zou ik het noemen? Een systeem, een overtuiging.
En ook daarin is super belangrijk, zeker omdat de mind een heel belangrijke was, ook van hoe in de afloop een heel belangrijk thema was en vaak terug naar boven kwam in de afgelopen readingen. Dat het belangrijk is dat we de lessen die we geleerd hebben, de dingen waar we tegenaan gelopen hebben, de pijn die we gevoeld hebben de afgelopen maanden, dat we die nu echt bij de kraag grijpen en zeggen van kijk, oké, dat is hetgeen wat het mij gebracht heeft. Ik ben dankbaar voor die pijn en die lessen die ik gezien heb en ervaren heb. Het is natuurlijk niet leuk, maar ik weet nu wat ik moet doen om uiteindelijk stabiliteit te brengen in mijn leven. En dat kan dan afhankelijk van waar dat over gaat voor iedereen anders zijn. Maar dus door te weten wat dat het is dat je ervaren hebt, dat je eigenlijk niet leuk vindt. Het makkelijkste is wanneer je bijvoorbeeld, wanneer dat gaat over geld of over een specifiek persoon die nog niet in je leven is of die nog niet gezegd heeft van de liefde nog niet geuit heeft of wat dan ook. Je weet dat het er niet is. Dat is hetgeen dat je zo hard en zo diep ervaren hebt in de afgelopen weken, maanden. Maar er waren ook momenten waarop dat je die diepe vervulling en dat geluk en de liefde die je eigenlijk wou geven en delen met iemand anders. Of de overvloed dat je zou delen met anderen. Als je het volledig echt, stel dat je miljonair bent, dat je zou delen met anderen. Dat zijn allemaal dingen dat je diep ook van binnen gevoeld hebt. Dus wat heb je geleerd? Dat je bewustzijnstoestand, waar dat je zit in je bewustzijn, hoe bewust dat je bent, de manier waarop je in het leven staat en hoe dat je denkt over dingen, dat dat niet afhankelijk is van de omstandigheden in je 3D. Dus met andere woorden heb je geleerd dat wanneer het gaat over manifesteren, dat geen enkele situatie, geen enkel bewijs in de 3D zegt of een validatie is voor hoe dat je je voelt, voor wie dat je bent, die zelfs niet vertelt over de waarde van jou als energie. Wat dat wel zegt, is, of wat je wel geleerd hebt liever, is dat hoe meer dat je focust op die innerlijke zijnstoestand, dus op het feit dat je vertrouwt in het proces, dat je meegaat op die stroom van eb en vloed, dat je die vervulling, waar we vaak ook een heel vertekend beeld van hebben, maar dus dat je die vervulling voelt, dat je volledig onthecht bent en dat je zoiets hebt van oké, ik wil liefde in mijn leven, maar als het niet met die persoon kan zijn, dan ga ik er niet dood van gaan. Nee, want ik weet dat alles gebeurt voor mijn hoogste goed en voor het hoogste goed van iedereen betrokken. En als die persoon nu nog niet bij mij kan zijn, ja, dat betekent daarom niet dat ik moet wachten om liefde te ervaren. En dus ga je dat onthechten, ontkoppelen van een bepaalde specifieke uitkomst. Hetzelfde als je rekening moet betalen. Je hebt totaal geen idee van waar dat geld gaat komen. Dan moet je het ontkoppelen. Dan moet je wel zien van, oké, dat is wel de rekening dat moet betalen. En als ik niet betaal tegen die datum, dan krijg ik een herinnering of wat dan ook. Let op dat door het feit dat je daar zo vaak op focust, dat dat inderdaad zo gaat manifesteren. En ja, 9 op de 10 kansen is zeker in de maatschappij waar we nu zitten. En heel veel angst rond geld en rond tekorten en zo meer. Dat je het niet gaat gaan versterken. Maar dat je eigenlijk ook terug naar binnen gaat van, oké, wat is het ergste dat kan gebeuren? Je zal niet sterven door het feit dat je geen rekening niet hebt betaald. Je gaat niet altijd maar erger en erger en erger en erger in een situatie terechtkomen wanneer dat jij hoe dat jij je van binnen voelt, de identiteit die je voor jezelf voelt dat waarheid is, wanneer dat jij daar blijft in geloven en daarvoor blijft staan, dan moet jouw 3D-realiteit automatisch shiften. En dan ga je zien dat er kansen op je pad komen. Dan gaat er zien dat je dingen plots ideeën krijgt. Van, spreek een keer met die persoon. Of vraag het eens aan die persoon om hulp. Of contacteer de bank. Of doe dit, of doe dat. En dat is een manier waarop het universum helpt om dan er uiteindelijk voor te zorgen dat je 3D-wereld zich gaat gaan aanpassen aan wie dat jij geworden bent. Dus aan de energie dat jij op dat moment bent. Wat dan uiteindelijk ervoor gaat zorgen dat je die stabiliteit op elk vlak gaat krijgen. En dat je dan uiteindelijk die Queen en die King of Pentacles gaat worden. Hè, die stabiliteit brengt op elk vlak. Dus niet alleen op vlak van geld, maar dus stabiliteit in de materie, in de 3D. Want je weet dat die 10 van bekers, die volledige diepe vervulling op elk vlak, dat die er al is. En dus je gebruikt niet langer de 3D-wereld als een bewijs
Of als een soort van evaluatie of checkpoint van oké, ik ben goed bezig. Of oké, dat zit hier goed. Dan krijgen we nog de Hermit omgekeerd en de zes van bekers omgekeerd. Ik voel dat er nog één is. Wat is nog? Ja, hier is die. En de zeven van bekers. Ja. Kijk, door naar binnen te gaan, ontstaat ook vaak de neiging. Nee, door niet naar binnen te gaan, wij leggen ondersteboven. Door niet naar binnen te gaan en dus gefocust te blijven op de buitenwereld, ontstaat de neiging om je mogelijkheden te baseren en dus te beperken op basis van dingen, ervaringen die je hebt in het verleden. En vaak zit niet alleen jouw ervaring, maar ook ervaring van een ganse community of de ganse wereld. Want iedereen zegt, als je jouw rekening niet betaalt, dan gaat dat gebeuren. Of als je je lening niet betaalt, dan gaan ze jouw huis afnemen. Of, en voel maar zelf in hoe dat voor jou van toepassing is. En daarom, in plaats van dat te gaan doen, is het advies, ga naar binnen en laat verleen voor wat dat is. Net zoals dat we hadden in de eerste kaart karma. Niet omdat er nog karma gaat gaan uitspelen, ja, op een goede manier, want cumuleert zich, het stapelt zich op. In die zin dat als je de lessen leert en de inzichten ontvangt en integreert, dan is het niet als een grote donderwolk boven je hoofd, maar als de zon die straalt en jouw voeding heeft. En dus wanneer je voelt en merkt dat je in de valken loopt van dat ego om te gaan geloven en te gaan denken van ach, oh nee, die heeft dat en dat meegemaakt en ik zit exact in dezelfde situatie, dus ik ga dat ook meemaken. Nee, hershift, verleg je focus op van oké, we zijn vandaag 1 mei, het is een feestdag, de zon schijnt, goh, ik kan met de kinderen naar de zee gaan. Of ik kan vrienden uitnodigen en we kunnen samen iets leuks doen. Alles gewoon maar, bijvoorbeeld, zoals dat wij vaak doen met onze kinderen, gewoon naar de frituur gaan, samen een friet eten. En die kinderen vinden dat geweldig. Voor hen is dat een feestmaal. En op die manier vieren wij onze kleine successen. Of gewoon elke kleine ding waar we dankbaar voor kunnen zijn. De zon die schijnt wanneer we naar een paard gaan in plaats van de gietende regen bijvoorbeeld. En zelfs regen is soms ook iets om dankbaar voor te zijn. Om maar te zeggen hoe dat alles relatief is en in een bepaalde context weer een hele andere waarde krijgt. Maar dus door jouw focus te verschuiven naar wat geeft mij liefde, wat geeft mij, laat mij goed voelen. En weg te stappen van de lasten en de zorgen dat je op je schouders neemt en dus nog groter maakt. Dan zorgt er ook voor dat je eigenlijk uit die situatie van oh, ik sta hier vast en ik weet niet welke kant ik moet uitgaan. Ja, je staat op een kruispunt, maar het is een goed kruispunt. Het is een mooi kruispunt. Nu heb je de keuze van ga je nu inderdaad meer en meer in jezelf investeren. De 3D-realiteit laten voor wat dat is en zelf die wereld vormgeven. En ben je bereid, we krijgen de ogete kaart ook. Ja, ik zie het altijd als een, met het oneindigheidssymbool, maar hoe heet het hier in tech, wacht hè? The universe, ja. En dit is een specifieke kaart in dit deck. Waarom? Omdat dit ook gaat over de hogere frequentie van de wereld. En dus de uitdaging nu in mei, juni en juli is eigenlijk tot, laat ons zeggen, tot aan de Leeuwenpoort op 8 augustus, is dat je gaat gevraagd worden om iedere keer je mind terug te brengen naar het punt waarin dat je in staat bent om oneindigheid, om heel veel mogelijkheden die eigenlijk onvermijdelijkheden zullen worden, wanneer je er zo hard weet dat het de waarheid is, dat het jouw waarheid is, om die ook te gaan ervaren. En dat moet je zelf nu, vandaag, of wanneer je de video luistert, de vraag stellen, ben ik bereid en ben ik klaar om te bestaan in een oneindige wereld. Een wereld, een universum, een dimensie, een frequentie, maakt niet uit, waar dat jij voelt dat alles wat jij diep van binnen voelt en dat je een goeie gevoel van krijgt, dat dat een realiteit is dat jij ook effectief kan gaan ervaren en naar je toe laten komen. En ik zeg bewust niet aantrekken, want het gaat niet zozeer over het aantrekken. Het gaat erover dat je verwacht dat dat zo gaat zijn en dat je verwacht dat dat hetgeen is dat jij kan ervaren. En dan ga je heel belangrijke, mooie verschuivingen zien. Wanneer zien we dat de unicorns, de eenhoorns, nog wat boodschappen voor ons hebben?
als je graag werkt met deze wezens, en dan denk ik aan de unicorns, de draken, elfen, feeën, dan is er ook een bewustzijn waarin dat je daarmee kan verbinden. Dus gewoon met je intentie zetten, net zoals hij met de vlammen zou werken. Gewoon intentie zetten en dan vragen. Wat zegt, ik heb 1, 2, 3, 4 unicorns. De eerste is ook nummertje 1. En dat voelt ook heel hard als een nieuw begin. Er is ook een witte duif. En er is ook het contact tussen een vrouw. Dus eigenlijk de vrouwelijke intuïtieve kant in onszelf. En die unicorns. En ze zeggen van, wees open voor je eenhoorn magie. En, hoe zeg je dat in het Nederlands? Soak in completely. Dus helemaal absorbeer. Dat was het woord dat ik zocht. Absorbeer alle liefde die je om je heen voelt. En voel ook gewoon die pure liefde dat er al in jou aanwezig is. Eigenlijk heb je zelfs niemand anders ervoor nodig. Het is gewoon een kwestie van een van die keuze te maken. En dan hebben we de mannelijke energie. Die op de unicorn zit. En die eigenlijk op wacht is naar het einde van de regenboog. Weg van de donkere wolken. En dat is waarschijnlijk ook hetgeen wat er op dit moment gaande is in de mannelijke en de vrouwelijke energie. De vrouwelijke energie is naar binnen gegaan. Volledig in die zuivere liefde gaan zitten. Weten dat er heel veel magie om haar heen is. Klaar voor een nieuw begin op elk vlak in haar leven. En die mannelijke energie reageert daarop. Want het is altijd, het zijn twee polen van dezelfde energie. Dus die reageert daarop. En daar is de boodschap. Dat is een bevestiging van mijn computer. En die mannelijke energie krijgt ook de kaart. Dus niet alleen de pot van goud. Op het einde van de regenboog. Dus wanneer dat hij die vereniging met de vrouwelijke energie heeft. En let op, dat is ook vrouwelijke en mannelijke energie in jezelf. En daar staat ook bij. Aanvaard gewoon het plezier van het leven. Het is, net zoals ik net gezegd heb. Het is een bewuste keuze die je maakt. Van, of dat je elke dag focust op alle dingen die verkeerd gaan en die er niet zijn, of de fun en de humor van heel veel dingen inziet. En dan krijgen we ook nog de roze gehouden Cosmic Pool, met ook weer opnieuw met kosmische liefde, maar zie ook de kosmische liefde met een heleboel dieren om je heen. We ontvangen vaak heel veel liefde van de dieren en de natuur om ons heen. Daarom is de natuur ook zo helend, daarom zijn dieren ook zo helend. En verbind je ook met de universele wijsheid. Dat kan via de roze gouden vlam. Dat kan ook gelijk via welke andere vlam. Laat je lijnen naar de kleuren die bij jou opkomen. Of de frequenties die bij jou opkomen. Want weet bijvoorbeeld ook dat elke muzieknoot is verbonden met een frequentie. Elke klank is verbonden met een frequentie. Elke kleur is verbonden met een frequentie. En die zijn allemaal ontstaan in de verschillende frequenties van de universele vlammen. Dus vandaar is werken met universele vlammen zo superkrachtig, omdat je eigenlijk met energie werkt die net ofwel de energie van de bron heeft, de diamantenvlam, of net allemaal eronder. Dus werk je niet met, bijvoorbeeld Reiki is energie van de aarde, maar de aarde heeft het zelf ook wel heel wat moeilijk. En natuurlijk werkt dat zeker bij mensen die nog wel lagere energie hebben. Voor hen is die energie draaglijker en makkelijker te absorberen. Maar als je al verder op pad staat, en zeker als je naar mij luistert en met mij resoneert en van mij al een aantal dingen geleerd hebt, dan is het werken met universele vlammen voor jou eigenlijk de next level, de volgende stap. Of tenzij je dat natuurlijk al doet, dan is jouw next level het ook uitdragen aan anderen en erover spreken met anderen. En wat zeggen we ook? De laatste kaart van de unicorns, van de eenhoorns, is open je hart met cijfertje 9. Zodanig dat de liefde van de eenhoorns en van de magische wezens en van het universum naar jou kan toekomen. Dus dat je het ook kan ontvangen. Als je hart niet open is, kan je niet ontvangen. En vandaar ook, wees kwetsbaar. Durf jezelf ook lief te hebben. En durf jezelf ook op de eerste plaats te zetten. Want geloof mij, alles wat je voor jezelf doet, wat voor jouw hoogste goed is, is ook voor het hoogste goed van anderen. Dat is iets dat mij ook geholpen heeft doorheen mijn scheiding. Want ik was natuurlijk niet getrouwd met het idee om te scheiden. En dat laat ons zeker niet zeggen, vanuit mijn ego-stuk natuurlijk, mijn ziel wist beter. Maar niet met het idee van mijn kinderen gescheiden ouders te geven. Maar ook daarin wist ik van, oké,
Scheiden is voor mijn hoogste goed, dus ook voor het hoogste goed van mijn kinderen. En dan om de reading af te sluiten, wat zijn de universele vlammen die we kunnen gebruiken in de maand mei? We hebben daarnet al de roosgouden doorgekregen van de eenhoorns. En die hebben we... Oh, oh my god, ik heb een ander deck en daar staat er weer een unicorn op, weer een eenhoorn op. Die verbonden is met aartsengel Michael en enchantment. En dan aartsengel Gabriel met inspiratie. En de kleuren zijn paars-violet. Die verbonden ze met aartsengel Michael. En aartsengel Gabriel met de blauwe vlam. De blauwe, en die kan ook in combinatie met de diamantenvlam dat gebruiken. Dus blauw diamant bijvoorbeeld. Is dat dan de diamantenvlam? Ja, dat is de diamantenvlam, maar met een extra specificatie van de blauwe energie erbij. Hoe moet ik dat gaan uitleggen? Dat is zoals bijvoorbeeld bij politieagenten. Dus ze krijgen allemaal een basisopleiding en dan kan je kiezen om jou nog te specialiseren. En dan kan je bijvoorbeeld hondenpatrouille worden of motar of zoiets. Hè? Dus dat is bijvoorbeeld, ja, misschien een heel stom voorbeeld, maar op een of andere reden is het nodig dat ik dat uitleg. Dus. Nu, moesten er vragen zijn of moesten er dingen zijn waar je niet goed begrijpt, dan mag je dat altijd onder een video zetten. Dan ga ik dat proberen, als ik het zie. Op YouTube doe soms rare dingen, dat heb ik al gezegd. Maar dan probeer ik alles te beantwoorden. Is het te persoonlijk, dan kan je altijd via de website www.schoolvoorrecensie.be of 96vlammen.be mij een mailtje sturen. En dan ga ik daar kijken van wat dat is dat je op dat moment verder zou kunnen helpen. Of dat eventueel nodig is om dat we samenwerken. Of wat het ook maar is dat we op dat moment doorkrijgen. Voilà, ik had hierbij laten. Ik vond het zelf een hele mooie, waardevolle boodschap. Want dat is exact wat ik voel, dat we doorheen gaan, het gaan zijn collectief. Dus mocht je zelf een channeling willen voor jezelf, dan kan je dat ook via de website reserveren. Heb je één vraag, dan is er ook de mogelijkheid om een één-vraag reading te, aan te schaffen. En sinds vorige week is het programma van de Vlammen ook beschikbaar als een soort van lidmaatschap. Als je zegt van ja, ik weet niet goed of het voor mij is, of dat ik er wel klaar voor ben, dan kan je het eigenlijk ook één maandje proberen. Dan krijg je toegang tot de eerste module. Dat is de blauwe vlam. De vlam van de goddelijke wil of de vrije wil, of toch tenminste waar ik uitleg waar dat de vrije wil en de goddelijke wil samenkomen. En dan krijg je ook toegang tot de groepsessies met Sarah en Juno, die vanaf volgende week ook van start gaan. Voilà, dat was het voor nu. Ik wens je alvast een fijne 1 mei en tot de volgende video. Dag!